Hi Kreeft, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee, klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. We hebben nog 2 dagen de actie van mij. 30 minuten voor 25 euro. Dus mocht je hier gebruik van willen maken, dan kom je automatisch in mijn potje terecht met je aanvraag. En ik trek morgen dan de winnaar of winnares van een gratis reading of een gratis horoscoop. Dus schroom niet om nog even contact op te nemen in deze 2 dagen. Morgen zit ik wel in het vliegtuig rond 5 uur, dus dan kan ik heel even niet reageren. Maar de dag daarna natuurlijk weer wel. Kreeft, wat ik ga doen is kijken de liefde. Hoe zit het met de liefde bij de kreeft? Hoe is het gesteld met de liefde bij de kreeft? Of wat hier ook uit mag komen, sterrenbeeld kreeft. Wat is belangrijk? Kreeft, wat ik zie is eigenlijk heel raar. Two of Cups in the Tower. En dan zie ik ook nog de koningin en de koning van staven. Zeer een koppel wat erg goed bij elkaar past. Maar er was liefde en toen boom. Explodeerde alles. Dus ik ga ervan uit dat jullie niet meer bij elkaar zijn. Dat er een afstand is. En dat deze persoon die kan jou maar moeilijk uit het hoofd zetten. Maar verzet zich daar wel tegen. Zo van, ja, ik geef heel veel om kreeft, maar ik verzet me daartegen. Ik wil kreeft uit mijn energie hebben. Dus deze persoon wil jou niet in zijn of haar energie hebben kreeft. En wie deze persoon dan ook deed verder, buiten jou om. Deze persoon vergelijkt iedereen eigenlijk met jou. Dat is heel lastig, want na de breuk wil je allebei verder. En deze persoon heeft zoiets van, ja, ik vind het lastig, want iedereen die ik deed, die lijkt niet echt op de kreeft. De kreeft die deed dat en ja, dat doet deze persoon weer heel anders. Dus ja, deze persoon is heel erg aan het vergelijken. En jij daarentegen kreeft, heb zoiets van, ja, nee, deze persoon zat fout. Dus ik ga ook verder met mijn leven. Wie fout is, moet excuses aanbieden. En als die excuses niet komen, dan houdt het op. Want ik heb niks verkeerd gedaan. Ik niet. Dat was die persoon, niet ik. Misschien kwam je erachter dat er een derde partij in het spel was. Ik weet niet bij wie, bij de een of bij de ander. En ja, dat heeft ervoor gezorgd dat je dus natuurlijk een breuk hebt gehad vanwege die derde partij. Maar toch, wat ik al zei, deze persoon krijgt jou niet uit zijn of haar hoofd. En jij hebt zoiets, jij eigenlijk ook niet, maar je hebt zoiets van, ik was niet fout, dus ik ga mijn excuses niet aanbieden. No way, dat ga ik niet doen. Dus ja, daar zit je een beetje in een impasse. En het kan zijn dat deze persoon ook een beetje in zijn of haar ego zit. En als deze persoon in een ego zit, dan ja, duurt het misschien wel jaren voordat deze persoon uit dat ego is. En je hebt zoiets van, ja, daar ga ik niet op zitten wachten, ik ga verder. Dus ik kies voor iemand anders. En dat kan. En als deze persoon dan weet dat jij voor iemand anders kiest, dan gaat deze persoon ook weer verder. Alleen, wat ik al zei, niks is te vergelijken met jou. En jij hebt natuurlijk in de tussentijd een hele goede afleiding. Dus dat is ook, dat wil altijd wel helpen, die afleiding. Maar ik zie wel dat als deze persoon dan eindelijk uit zijn of haar ego komt, dat deze persoon denkt, ja, ik ga toch maar kreeft maar weer eens opzoeken, want ik kan kreeft niet zo goed vergeten. Alleen, ja, dan zit jij in deze andere relatie.
En stel dat jij klaar bent met een relatie, dan zit deze persoon weer in een relatie. Dus het is eigenlijk nooit de juiste tijd, de juiste plaats. Lastig. Het is net of het universum dit niet wil. Het universum steekt hier gewoon een stokje voor en zegt van... Ah, ja. Het is elke keer niet de goede tijd, niet de goede plaats. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, lastig. Ik weet het ook niet. Hoe je zoiets oplost. Ik zie wel dat er aantrekkingskracht is. Want ja, de Queen of Wands, de King of Wands is een power couple, hè. Allebei vuurenergie. Het hoeft geen vuurteken te zijn. Je bent ook geen vuurteken, geeft. Dus ja, het is eigenlijk zo van, hoe ga je dat nou doen? Want hier is in ieder geval heel veel tijd mee gemoeid. Dat is één ding wat zeker is. Ja, het is echt heel veel tijd. Want dan ben jij weer vrij, dan is die ander weer vrij. Dan, het kan ook zijn dat je een vakantie neemt of dat je denkt, oh, ik moet even weg hiervan. Ik moet even ertussenuit, want ik moet even tot mezelf komen. Het kan ook, of dat deze persoon op vakantie gaat of jij op vakantie gaat. Dus ja, het kan beide partijen zijn, maar het feit is wel dat... het lastig is met die divine timing, wat ik al zeg, dat als jij dan uit een relatie bent, kreeft, dan zit deze persoon weer in de relatie. En als deze persoon aan het daten is, dan zit jij weer in een relatie. Dus ja, hoe krijg je dat nou samen? Maar ja, en één ding is zeker, kreeft, dat jij niet gaat toegeven, want jij was niet fout. Dus het is aan deze persoon, als die excuses aan wil bieden, dan moet deze persoon dat doen. Jij gaat het niet doen, want jij hebt niks verkeerd gedaan. Dus ja, en als deze persoon dan heel een beetje in het ego zit en dat heel lang volhoudt, dan krijg je dus elke keer van, ja, oké, ja, wanneer wel, wanneer niet, ja, dat soort dingen. Dus ja, ik hoop dat jullie er ooit een keer uitkomen kreeft en dat het uiteindelijk toch goed gaat aflopen en dat er een mogelijkheid is, een plaats en een tijd, dat het wel gaat lukken. Oké, kreeft, doei doei!